komt West Coast Swing vandaan? Komt van heel lang geleden. Het allemaal ooit begonnen in New York. Maar de echte stijl is ontwikkeld in Californië. Ergens 1920, 1930. Het is een swingende stijl, funky dans. Waar je eigenlijk allerlei andere soorten dansinvloeden op kunt dansen. Het komt uit de swing. Maar je kunt er een stukje hip-hop in doen. Je kan er een stukje jazz, een stukje pop. Al die soorten dansen kun je in West Coast Swing eigenlijk erin stoppen. Wat vind je van de West Coast Swing? Ja, ik vind het echt super leuk en vooral omdat het qua muziek is heel breed. En daarom is het leuk om op verschillende stijlen te dansen. Je weet niet welk liedjes ze gaan draaien, je weet ook niet met wie je gaat dansen. Maar je luistert naar de muziek en je denkt, oh, nu ongeveer komt er zo meteen een break en daar gaan we allebei op stilstaan. Dus je weet van tevoren niet wat er gebeurt en je verzint het ter plekke. En het is echt een gesprek met elkaar zonder dat we met elkaar praten. En dat zit hem in handaanrakingen, dat zit hem in schouders. Dat zit eigenlijk, het woord voor dit allemaal is connectie. Wij proberen altijd te voelen waar is de een, waar is de ander. En dat moet constant voelbaar zijn, zodat je met elkaar kunt praten door die connectie heen. Nou, dat is een beetje, dat moet je voelen. Maar dat, in onze les gaan we daar juist op in van hoe kun je die connectie zo goed krijgen dat je precies weet wat de ander bedoelt. En dat je tegelijkertijd een bepaalde stap zet terwijl je niet erover praat. West Coast Swing heeft zijn wortels in de Lindy Hop. Wat is Lindy Hop? Lindy Hop is eigenlijk het broertje van de West Coast Swing. West Coast Swing is een jazzdance, een swingdans. En uit die familie is de Lindy Hop gekomen. West Coast Swing is zeg maar zijn eigen pad erin gegaan. Uit de Lindy Hop is ook de boogie woogie gekomen, de rock and roll. En als je heel verder doorkijkt, ook de jive die tegenwoordig bij Ballroom. Het is allemaal ontstaan ooit in de Club Savoy, 1920, 1930. Een en een Apache whip. Dat zag er goed uit, de dans. Ja, dankjewel. Ik ga veel naar feestjes. En dan voornamelijk in België en Frankrijk. Daar is het niveau een beetje hoger. Dan ben je een hele grote fan. Ik ben een hele grote fan. Ik ben echt gepassioneerd van deze dans. Hoe komt dat? Omdat je alles kwijt kunt op hedendaagse muziek. Je kunt alle breaks pakken, je kunt lekker spelen met muziek. Het is een improvisatiedans, dus ja, de vrouwen kunnen ook zomaar andere dingen doen die jij dan weer op moet lossen en dan ga je zo samen verder. Dat vind ik super. Vond je het moeilijk om aan te leren? Nee, ik vond het niet moeilijk om aan te leren. Het is wel moeilijk om de details te pakken. Omdat er heel veel kleine details in zitten die wel lastig zijn om te leren, die je echt veel moet oefenen. Dus daar zijn de lessen heel nuttig voor. Ja. 4, 5 en 6, 7 en 8 en 1. West Coast Swing heeft eigenlijk maar 2 tellen nodig. Dus wij kunnen luisteren naar de muziek en per 2 tellen beslissen wat we daarop willen dansen. Daarom kun je er eigenlijk geen touw aan vastknopen, want soms kiezen we voor 2 tellen, soms kiezen we voor 4, soms voor 8 en soms voor 12. En daardoor kun je niet echt meetellen, maar kunnen we daar speels mee omgaan. Als je nadenkt, beter laat. Ja, het is ook in je muziek dansen, in je muziek zijn en gewoon doen wat je voelt.